Mensen, welkom bij een nieuwe video hier op de Kavloris. En vandaag Pro vs Pro aflevering 34. Vind je Pro vs Pro nog steeds leuk? Laat zeker een like achter. Ik zit op mijn account en wij gaan Bart, de Pro to Beat natuurlijk, Bart, gaan wij bekijken tegenover DC Timo. En Timo is een competitive player, die zit ook in een e-sports team. Dus Timo weet echt wel hoe je goed dus friendlies kan spelen. Het is geen ladder speler zoals jullie kunnen zien. Nou ja, alhoewel, hij heeft wel bijna de 7000 trofee behaald. Maar je kan hier ook zien dat hij de 20 wins behaald heeft in de Clash Royale League. Dus dat is supergoed. En hij zit ook dus in een competitive team. En heeft heel veel ervaring met competitive potjes spelen. En dat is dus wat Pro vs Pro ook echt inhoudt. Dus ik denk dat Timo wel een hele goede tegenstander gaat zijn voor Bart. En Bart is ook een hele goede ladder speler. Zoals je kan zien, heeft Bart vorig seizoen de 7588 trofeeën bereikt. En hij is 878ste geworden van de wereld. Dus dat is echt mega goed. Ik ben super benieuwd of Bart gaat winnen van deze Timo. Ik ben zo weer terug bij het allereerste potje. Eerste potje is begonnen. Timo heeft trouwens de Royal Hawks geband. En Bart heeft de Vries geband. Dus dat is wel belangrijk dat we dat eventjes weten. Maar we hebben Timo aan de onderkant, Bart aan de bovenkant. En ik ben super benieuwd. Bart natuurlijk in een hele spannende BO5 vorige aflevering Mart verslagen. Dus dat was sowieso een hele zieke pot. En nu hebben we TC Timo met Zeppies. En Zeppies zijn natuurlijk gebufft laatst. Die zijn beter geworden, de Zeppies. Dus dat is wel grappig dat Timo met de Zeppies speelt. En Bart speelt met P.E.K.K.A. Bridge Spam, als ik het goed heb. Dus waarschijnlijk met een Battle Ram. Met een Magic Archer. Oké, een Electro Wizard in plaats van een Magic Archer, dat kan allebei. En Timo speelt wel met de Magic Archer. Dat is super, super grappig. Maar ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal gaat verlopen. Bart speelt de Poison op de Magic Archer. Om die Magic Archer natuurlijk volledig uit te schakelen. Goed gedaan daarvan van Bart. En het staat redelijk gelijk. Natuurlijk heeft Bart net die damage van de Poison op de toren van Timo gekregen. Ik ben heel erg benieuwd wat voor deck Timo speelt. Maar zo te zien is het gewoon een Bridge Spam deck. Maar hij heeft gewoon een nieuwe kaart, de Zeppies, erin geknald. Dus dat is wel super grappig. We gaan voor de rest eventjes kijken. Zal Timo dan ook een P.E.K.K.A. hebben? Ik denk eerlijk gezegd niet. Vaak als je de prins ziet, zie je geen P.E.K.K.A. in Bridge Spam. Dus ik denk niet dat Timo de P.E.K.K.A. heeft. Daar een vuurbal op de Magic Archer. En de Magic Archer is dood. Maar een te vroege bandit. Dit was niet een goede bandit daar van Bart. Want de toren hielp nog niet mee. En daardoor moet Bart nu de Battle Ram plaatsen. Om de prins naar de andere kant te kiten. En dat is natuurlijk wel gelukt. Maar nu heeft waarschijnlijk Timo iets meer elixir. Timo probeert ook in de avond te komen daar met de bandit. Maar eigenlijk gewoon prima verdedigd van Bart. En ze hebben nu ongeveer evenveel elixir. Daar pakt de Zeppie aan de linkerkant wel één hit. En aan de rechterkant pakt hij geen hit. Dus Timo nu wil de leiding genomen. Maar het verschil is heel erg klein. Daar gaat Timo naar avond met de Battle Ram. En een prima antwoord van de P.E.K.K.A. Maar een mooie prediction. Royal Ghost daar van Bart. Want Bart had al verwacht waarschijnlijk dat Timo daar kwam met de Magic Archer. En daardoor kwam hij met de Royal Ghost. Om die Magic Archer niet op de toren te laten gaan. Hele mooie prediction daar van Bart. En Bart pakt gelijk de leiding met die mooie play van dus die Royal Ghost. Ik weet niet of jullie hem door hadden, maar het was super ziek gespeeld daar van Bart. Timo zag het ook, die zei dus ook wel played. We gaan even kijken, een hoge P.E.K.K.A. Misschien gokte Bart weer een Royal Ghost. Of gaat Bart, Magic Archer. Of gaat Bart gewoon in de avond. Mooie poison, pak daar toren. Pak daar prins. En pakt daar ook de Magic Archer. Royal Ghost op de toren. Het wordt 1-0 voor Bart. En Bart pakt het eerste potje redelijk gemakkelijk binnen. Ik ben zo weer terug bij potje nummer 2. Tweede puntje is gestart. Staat 1-0 voor Bart. En we hebben Bart nu aan de onderkant. En we hebben DC Timo aan de bovenkant. Timo helaas was vroeger dus de captain van Dutch Corps eSports Team. Helaas is dat opgehouden. Dat is gestopt. Misschien kunnen we dat ooit weer een keer weer terug laten komen. Aangezien ik de laatste tijd ook heel veel Clash Royale speelt. Maar daardoor heeft Timo dus nog DC voor zijn naam staan. Omdat hij de captain was van het oude Dutch Corps eSports Team. Dat ook best wel lekker ging.
Timo deed dat echt mega goed. Hij heeft dat echt heel goed geleid allemaal. En op een gegeven moment heeft Dutch Corps Esports ook met hele grote toernooien meegedaan in Europa. Maar Timo speelt met Giant, Goblin Giant Sparky. En Bart speelt met een ballondekje. En dit is het ballondekje waarmee ik mijn vorige record heb gehaald op ladder. Dus dat is wel grappig om te zien. Maar gaat Timo hier hitten? Gaat Timo hitten? Waarschijnlijk komt hier een Sparky hit. Oei, oei, oei. Bart probeert die Sparky nog te stoppen, maar het mocht niet baten. En Timo neemt nu in het tweede potje flink de leiding met die Sparky hit. Mooi gedaan dan van Timo. En wat gaat Bart nu doen? Ik weet zelf ook dat dit een best wel moeilijke matchup is voor Bart. Maar ja, de vorige pot was weer een moeilijke matchup voor Timo. Dat krijg je soms gewoon. Maar de Dark Prince daar in de back gaat de druk zetten. Gaat Timo nog iets voorgooien? Nee, laat de Dark Prince gewoon gaan. En Bart denkt van, laat ik gewoon lekker minen. Dan moet hij waarschijnlijk... Nee hoor, de Dark Prince die wordt wel net aan... Nou, of gaat hij hitje doen? Nee, net niet. Daar een hunter van Timo op die ballonnen. Dit is best wel moeilijk, wordt dit voor Bart om er doorheen te komen. Want Bart moet letterlijk altijd, altijd een ballon snowball gooien als hij er doorheen wil komen daar bij Timo. Dus dat gaat wel pittig worden. Wat gaat Bart doen? Skellies? Ja, Skellies rondom de Sparky. En deze Sparky van Timo gaat niet hitten. En Bart heeft wat damage teruggedaan. Maar ja, Timo heeft de linkertoren eigenlijk even laag als de toren van Bart links. Dus het is niet heel erg, niet een hele erg grote verandering. Wel grappig dat Timo met de Fisherman speelt. Het eerste potje speelde hij met Seppies. Seppies is natuurlijk beter geworden. Het tweede potje speelt hij met Fisherman. En de Fisherman is natuurlijk ook beter geworden. Dus dat is wel grappig van Timo. Dat vind ik wel dat hij dat leuk doet. En Bart gaat nu proberen, denk ik, de Hunter eruit te cyclen van Timo. Maar daar heb je alweer de minions. En die snowball killt natuurlijk de minions. Nog maar één minion over. Wat gaat Timo hier doen? Gaat hij de ballon negeren? Dat is misschien wel het beste om te doen. Hij negeert de ballon en gaat proberen nu de toren te pakken van Bart. Heel slim daar gedaan van Timo. Want hij had die ballon, ja, had die hit, had hij toch niet kunnen voorkomen. En als Timo nu de flinke druk zet, kan hij misschien deze toren pakken. Maar nee, ik denk dat dit een hele goede verdediging is geweest van Bart. Wel nog een miner op defense. En dat wil je natuurlijk niet zien zoals Bart, als je Bart bent. Want er komt nu al een Sparky via de rechterkant. En eigenlijk moet Timo nu deze ballon stoppen. En dan is het eigenlijk denk ik wel GG. Alhoewel, Timo heeft net niet genoeg elixir om die Goblin Giant voor de Sparky te gooien. Dus misschien gaat daar Bart alsnog winnen. En Timo weet dat zelf ook en moet nu de druk hoog zetten. Want nog één ballon pushen, dit kan GG zijn. Race op de Goblin Giant en op de Dark Prince. En dit valt niet meer te verdedigen van Bart. Heel goed potje. Timo zag dat slim dat hij nu al in moest gaan. Hij ging al in. Het staat 1-1. Ik ben zo weer terug bij het derde potje. Het derde potje is gestart. En het staat gewoon 1-1. Super chill dat deze Pro vs Pro nu al spannend is. En ik ben heel benieuwd hoe dit voor de rest allemaal gaat lopen. We hebben dus Bart nu weer aan de onderkant. En Timo dit keer weer aan de bovenkant. Dat is wel leuk hè, dat ik dat gedaan heb. Dat we allebei gewoon een beetje switchen. Zodat we steeds Timo of Bart aan de onderkant of bovenkant gaan zien. Nou ja, Bomber is easy. Als je een Bomber ziet, kan het maar één deck zijn. En dat is Golem. Dus Bart speelt met een Golem deck. En Timo, ja, dat kan nog van alles zijn. Misschien Hogrider met Mini Pekka. Nou, volgens mij speelt Timo niet echt Hogrider. Dus ik zal hem niet gooien op Hogrider. Nee, inderdaad. Nou, het kan trouwens nog steeds wel met de Fishman. Maar volgens mij speelt Timo echt nooit Hogrider. Maar we gaan het even zien. Mini Pekka Arrows, dus de kaarten van Bart. En een Hunter. Nee, inderdaad. Zie je, dit is dus geen Hogrider dekje. Dan had ik het toch gelijk. Timo speelt nooit volgens mij met Hogrider. Maar dus een Hunter is wel chill, denk ik, tegen de Golem. Maar ja, de Gunter is natuurlijk nu uit cycle. Dus ik verwacht nu een Golem voor die Night Witch, inderdaad. En ik denk dat Bart het ook op die manier zag. Want die dacht natuurlijk ook, Hunter uit cycle. Kijk, dit is een kaart die Timo heel veel speelt. De Giant Skeleton. Hij kan geen Pro vs Pro spelen zonder minstens wel één keer die Giant Skeleton gaan gebruiken. We gaan even kijken wat die Fishman gaat doen. Die trekt natuurlijk die Golem nu weg van hem. Waardoor de Death Damage niet op de toren, of toch wel? Ja, hij komt wel op de toren, die Death Damage. Op die Fisherman net iets te vroeg gedropt was. Op zich nog prima verdedigd hier van Timo. Ik dacht dat de toren kwijt zou zijn of de toren weg zou zijn. Maar Timo's toren blijft wel staan. Maar Timo zit wel redelijk in de problemen natuurlijk. Staat best wel heel flink achter. We gaan even kijken hoe dit voor de rest gaat lopen. Timo staat ook anderhalf elixir achter in elixir. Dus dat is ook niet al te best. We gaan het zien. Mega Man in de back. Wat zou de win condition van Timo zijn? Ik gok een ballon. Een of andere manier gok ik een ballon. Ik denk dat de twee laatste kaarten ballon en minus. Nee, ja, kijk, wel ballon, maar ballonnen, maar ik heb het gewoon goed. Ik had het gewoon goed en ik heb dit deckje nog nooit gezien. Supermooi. Oké, we gaan even kijken. Die ballon gaat nu hitten. Mooi moment voor Timo om met de ballon te komen.
Omdat natuurlijk Bart met een Mega Man in de bek kwam. Misschien had Bart wel moeten inzien dat het een ballondekje was van Timo. Maar ja, dat dekje is zo niet populair van Timo. Dat je dat ook gewoon niet echt goed kan weten. Bomber nu in de bek. En Timo staat opeens weer bijna gelijk. En Bart moest met de lightning komen. Op de ballon. Dat is natuurlijk niet iets wat je wil. En ik ben heel benieuwd. Oeh, die minipacker wordt gegrepen daar. Doet letterlijk helemaal niks. Je slaat één keer op die skellies. En meer doet die minipacker eigenlijk niet. En dit is een gevaarlijke counterpush. Daar gaat de... Oh, die lightning is wel lekker. Maar heel snel moet er een Mega Man uitkomen. Er moet een Mega Man uitkomen. Oh nee, de ballon hit toch niet. Een of andere manier hit de ballon toch niet. Heel goed gezien van Bart dat hij niet met de Mega Man kwam. Er komt de golem via de linkerkant. Maar... ik twijfel of dit wel zo slim was, want als het goed is kan misschien... Oké, Timo kan er niet doorheen sneaken. Ik had als Timo was nu een ballon rechts gedaan. Ballon rechts. Oh, wat een goede fisherman daar. En die trekt de golem de helemaal de andere kant op. Een meesterlijke fisherman van Timo. Ja, wat moet Bart nu? Die pakt wel een hele mooie leiding daar. En ja, op zich, die golem doet nu ook wel damage via de rechterkant. Misschien had hij beter die lightning kunnen sparen en gewoon druk kunnen zetten op de rechterkant als je Bart was. Daar komt Timo. Kan hij dat verbeteren en verdedigen? De giant skeleton killt de baby draak. En dit wordt een hele gevaarlijke push van Timo. Waar is de miner van Timo? Waar is de miner van Timo? Die komt niet. En kan Bart deze ballon stoppen? Ja, dat is geen death damage. Dat is geen death damage. En één miner push is niet genoeg voor Timo om dit potje te pakken. Lightning daar! Van Bart en een mooie skellies van Timo net op tijd. Maar nog één leiding en dit is GG. Dus ik denk dat nu Timo met een ballon gaat komen. Waar is de ballon? Daar is de ballon. Wat gaat Bart tegen de ballon doen? Daar is de Mega Man, die is al neer. Bart moet cyclen naar de leiding. Maar dat gaat niet lukken. Timo pakt het potje 2-1. Timo, zo weer terug bij potje nummer 4. Potje nummer 4 is gestart. Timo staat 2-1 voor. En gaat Timo dan in dit potje Bart uitschakelen? Het kan zomaar gebeuren. Het kan zomaar gebeuren, jongens. Dus het is super spannend. Beide spelers beginnen met skellies in de back. Bart pakt een knight. Dan is het vaak mortier of X-Bow. En Timo pakt een Ice Wizard. Dat is heel vaak Ice Bow. Speelt Timo met Ice Bow? Ik kan me niet voorstellen trouwens dat Timo met Ice Bow speelt. Timo speelt nooit wat ik me kan herinneren. Ja, maar dit is sowieso wel Ice Bow. Timo speelt nooit wat ik me kan herinneren. Ice Bow. Of in ieder geval X Bow in het algemeen. Hij had altijd heel erg een hekel aan X Bow. We gaan het zien. Bart speelt helemaal niet met Mortier. Hij speelt met een Logbait Cycle deckje. Volgens mij zit er geen Rocket in dat deck van Bart. En oh, Timo, waarom doe je met... Ah, waarom speel je Ice Bow, Timo? Dat zal je nooit doen, toch? Ik dacht dat je nooit X Bow zou spelen. Maar we gaan het even zien. Bart speelt dus met een supergoedkoop cycle deckje. En het probleem voor Bart is dat hij geen Rocket heeft. Als ik het goed heb, geen Rocket heeft in dit deckje. Het is een mega goedkoop deckje. Het is een deckje dat Ronnie ook speelt. En daar mist Timo de log. En dat kost hem toch 300 damage, die log. Die log kostte Timo heel wat damage. En Bart blijft druk zetten. En daar is de X-Bow. Ik dacht dat ik het nooit zou zien, maar oei, 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 oei. Bart is de lul. Bart is toch wel een beetje de lul. Die Inferno Toren die slice nog iets meer door die X-Bow dan ik had verwacht. Maar dit is damage dat Timo neemt. Oh nee, toch niet. Want de Dark Goblin komt daar heel vroeg aan. Maar alsnog, Timo is weer een beetje teruggekomen. En heeft een flinke elixir voorsprong. Bart moet dit laten gaan. Hij kan niet permitteren. Hij gaat druk zetten. Wat, Bart? Dat had ik nooit gedaan als ik Bart was. Oh, nou oké. Hij lokt wel een Tesla uit van Timo. Dus in principe is het dan niet heel slecht gedaan. Maar ja, hoe ga je nu met 5 elixir deze X-Bow stoppen die er nu aan gaat komen van Timo? Daar is de X-Bow. Inverter Toren kan niet. Misschien Inverter Toren in het midden? We gaan het zien. We gaan het zien. Maar ik vrees voor Bart dat Timo dit potje binnen heeft, jongens. Ik vrees voor Bart dat Timo dit potje binnen heeft. Daar is de Inverter Toren, maar die is te laat. Hij leeft wel nog, Bart. Wat ik denk dat Timo's plan is, is om nu 2 rockets te gooien en dan een potje te winnen en een paar logs. Maar aan de andere kant, hij kan niet echt loggen op de toren. Want ja, Bart heeft continu zooi die hij gaat gebruiken. Misschien nu, ja inderdaad, verdedigende X-Bow's en een, ja, oeh, knightje. Verdedigende X-Bow's en
en Double Rocket. En het is GG voor Timo. Timo zei punt D, gaat precies doen wat ik zei. Dus logs en rockets. Ik denk dat nu de eerste rocket eraan gaat komen. Nee, Timo speelt het voorzichtig. Die gaat niet geforceerd aanvallen. Want hij doet eerst een ice wizard. In de back is er een log in cycle. 8,97, 7,98, 6,99. 200 damage daar van de Goblin Barrel. En Timo kan nu niet echt permitteren om met een rocket te komen, denk ik. Dus hij gaat nu proberen er doorheen te komen met X-Bo. Maar dit is GG. Dit is GG. Ik had dit anders gedaan, maar Timo pakt de pro versus pro tegenover Bart. Bart probeert hier nog iets met de Goblin Barrel, maar het mocht niet baten. GG Timo. Timo wint dus de pro versus pro. En voor de mensen die denken van, hé, maar Timo heeft helemaal geen hoge cups. Dit is fraude. Hier klopt helemaal niks van. Dat klopt. Iemand anders speelt nu op Timo's. Nee, grapje. Timo is gewoon een hele goede competitive speler. En hij pusht dus niet op ladder. Hij speelt voornamelijk dus gewoon 1 tegen 1 op friendlies. Dus ja, GG sowieso Timo. GG sowieso Bart. Super, super goed gespeeld Timo. En ja, ik ben heel erg benieuwd wie de volgende... Nee, ik ben helemaal niet benieuwd wie de volgende Pro vs Pro tegenstander wordt. Want dat weet ik al. Die heb ik al gepland. Maar ik ga nog even één potje online doen. Zodat jullie niet aan de lengte van de video kunnen zien wie er gewonnen heeft. Dus ik doe nog eventjes één potje. En ik had hier eigenlijk een rode livery kunnen gebruiken. Maar ik was eventjes naar mezelf aan het kijken of alles nog goed aan het lopen was. Als ik daar sowieso een rode livery gebruik. Doe even de skellies hier hoog. En het ziet eruit dat hij ongeveer hetzelfde deck heeft. Dus dat is wel leuk. We gaan even kijken. Wat zijn zijn spels? Je kan dit namelijk wel heel veel varianten spelen. Je kan een poison variant. Dat ik heb. Je kan vuurbal variant. Je kan log variant. Je kan rode livery variant. Hij heeft dus de log variant. We moeten nu, als we de rode livery, met de rode livery de Golden Barrel willen stoppen. Shoot. Willen stoppen, dan moeten we de Royal Delivery gelijk droppen wanneer wij de Goblin Barrel in beeld zien. Dat is een beetje de timing die je moet aanhouden. Gewoon, ja, ik doe denk ik zo. Gewoon, kijk, als je, oh, we zijn een lul. Alsjeblieft, gooi geen barrel. Alsjeblieft, gooi geen barrel. Alsjeblieft, gooi geen barrel. Ik heb geen elixir. Ian, ik heb geen elixir. Gooi, alsjeblieft. Oké, top. Hij gooit geen barrel. Ik was er heel even bang. Maar je moet dus de Royal Delivery gooien als je de Goblin Barrel in beeld ziet. Dus ik zie nog geen Goblin Barrel, dus we gooien hem nog niet. Oké, drop ik denk ik de Skeleton Barrel op het moment dat ik 10 elixir heb. Heeft hij al gelogd? Nee, dus het heeft geen zin om te ondersteunen met een... Ik ben weer te laat. Ik ben weer te laat, want ik aan mijn haar zat. Ja, Floris, als je op deze manier gaat spelen, dan ga je het moeilijk krijgen. Dan krijg je het heel moeilijk krijgen. Je moet echt perfect timen. Je moet gewoon bam, gelijk als je die Golden Barrel. Geen seconde later, want anders ga je het niet halen. Maar ik zal eventjes hier wat uithalen. Even kijken wat hij hier tegen gaat doen. Oké, zie je, dan lok ik dus dit uit. Wat ik hoop is dat hij nu de Skeleton Barrel hiervoor doet. Want we hebben heel veel value... Oh, wat dom. We hebben heel veel value uit deze bomtol. Want... Oh, nee. Oh, wat? Waarom cyclet hij zo snel? Oh, oké, dus stop. Geen damage. Zeer nice. Maar hij cyclet dus sneller dan wij. Hij heeft sowieso een matchup. Je kan zeggen wat je wil, maar hij heeft sowieso een matchup. Ik heb zo'n gevoel dat hij de prinses hoog wou droppen daar. Dus daar drop ik nu even mijn knight. Helaas is die knight net... Ja, oh mijn god. Deze vent speelt goed hoor. Ik wou die Betsy droppen. Ik wou daar de miner droppen, maar maakt niet heel veel uit. Oké, nice. Heel nice. Ja, ben ik nu dan wel misschien weer te laat. Misschien ben ik weer te laat. Oh, ik was nu net op tijd. Maar je mag echt geen seconde later die Durable Delivery droppen. Het zit echt zo'n klein delay over. Ik ga dit gewoon even poisonen. Ik ga dit gewoon even poisonen. Kost me wat, elixir. Maar dan pak ik weer even een leiding. Dus dat is wel even fijn. Ik wil bomtoren. Oké. Ja. Een miner. Let op. Dit is zo'n zieke play dat ik nu ga doen. Let op, let op, let op. Ik wil de miner in de back. En dan gooi ik de poison hierop. Want dan denkt hij dat ik de prinses van hem wil pakken. Oké, okay, hij dacht het niet. Hij dacht niet dat ik de prinses wou pakken. Ik moet trouwens even iets sneller doorcyclen. Anders heeft hij weer mijn, mijn rode delivery eruit gecycled. Dus dat is niet echt wat ik wil. We gaan gewoon even druk zetten. Oké, okay, zo. Wachten. Ik pak... Wacht. Dus zo. Nu ja, let's go. Oké, okay, mooi. Mooi. We zijn op tijd op de Royal Delivery. Dan pakken we nu die prinses eventjes wat later dan gepland. Gaan we nog een keer de Minor Poison doen? Ik denk dat we... Ja, we gaan nu sowieso nog een keer de Minor Poison doen. Want dan pak ik ook even die Skeleton Barrel erbij. Dat is wel lekker. Oké, okay, nu eventjes weer wat sneller doorcyclen. Anders heb ik niet meer de Royal Delivery in cycle. Ja, let's go. Als hij nou slim is, gooit hij gewoon even een Juke Barrel. Zoals ze dat in het Engels zeggen. En die... Oké, okay, we doen wel even dit. We doen wel even op deze manier. Beetje jammer van mijn bomtoren.
Even denken. Ik denk dat ik gewoon dit ga doen. En poison. Ja, easy poison voor mij. Easy poison. Dan hebben we dit potje gewonnen. Als we zijn barrel catchen. Dus ik wacht gewoon eventjes. Ik wacht gewoon eventjes dat hij niet iets geks gaat doen. Daar is zijn barrel. Oh, hij geeft op. Oké. Top, hij geeft op. Let's go. Wel plint, zegt hij. Jij ook wel plint. Zal ik even laten zien hoe hoog ik nu sta op de Nederlandse ranglijst. Want volgens mij is dat best wel hoog. Ik vind het dekje echt mega chill. En ik denk echt oprecht dat ik de 7k kan aantikken dit seizoen met dit dekje. Ik zal even laten zien. Local. Sta ik op dit moment van opnemen op de 200ste plek. En 77. Oké. Valt nog redelijk mee, jongens. Ik hoop dat uit de video. In de volgende video gaan jullie dus deze team. In de volgende Profispro-aflevering ga je dus deze team maar zien tegen iemand anders. Jongens, ik hoop dat uit de video. Ergens in beeld komt er nog een andere video. Die je ook zeker kan checken. Want die is ook super tof. Ik hoop dat uit de video. Maar even kijken, zien we de volgende video. Tot dan, mensen.